net te laat met twee vliegtuigen, denk ik. We rijden even naar de andere kant. Daar is een gedeelte van de groep. Wij zijn de twee kwijt. Die gaan naar huis. Die zijn naar huis. Lunch was wel goed. Mijn handschoenen zijn nog vochtig. Dat is wel een nadeel. Van al de regen. Dus hier gaan de twee groepjes weer de andere kant op. We hadden nog met hem mee kunnen rijden, dan rijden we de route terug. Er wil een busje langs. Welkom terug. Groepjes is klein, hè? Het is de XT die voorrijdt met achter drie kawa's, drie zetjes. Twee 900's en een 1000. Maar met drie zetjes moet ik het tempo misschien wel wat opvoeren. Hij zit achter mij aan die kant. It's a doggo! It is a doggo! Hallo doggo! Hallo! Het is al later dan ik had verwacht. We hebben na de lunchpauze ook nog ergens een koffie gedronken. Dat zag ik natuurlijk. Want het is 2 uur geweest. 2:30. Het is al 2:30. Dus 4 uur thuis worden we niet meer. Ik hoop gewoon dat als we hier afslaan, dat we geen auto voor ons hebben, dan kan ik wat tijd goed maken. Dit is wel een kruisrotonde waar je rechtdoor kan, zeg maar. Ah, dat is wel jammer, jongen. Oldtimertje. Kijk dan, wat een mooie locatie om te rijden. Oh, dit ruikt ook gewoon lekker bos. Ja, dat zou tenminste een boerderij zijn waar ik denk, ja, er is ook een kathotel, ook nog. It makes sense. Ah, aan de ene kant wel blij dat we deze kant op zijn gereden en niet met andere groep mee terug. Want het zijn best wel mooie wegen. Wel een heel mooi stukje weg zo. Dubbele doorgestoken streep vind ik eigenlijk wel net een tikje te ver om in te halen. Zeker in de groep en zeker als er 4 auto's voor ons zijn. Alles maar door. Kijk, zoveel kerkjes en mooie fotoplekjes en zo. Als je deze ronde doet met een groepje voor Instagram, kom je ook nog best ver in mijn plekjes. Niet de eerste, maar de tweede. Hoop ik. Als rijden we nog een driehoekje. Nee, helaas, we rijden toch een driehoekje. Mag je hierin? Hier mag je in, toch? Vast wel. Oh, ik denk dat hij afvloeg. En toen waren er nog 2. Althans, 3, mijn meetalent. Oh, ik wilde zo graag langs. Oh, oké, okay. Maar goed ook dat we er niet ingehaald hebben. Zo'n mooie weg om lekker snel te rijden. En dan rijdt hij zo langzaam dribbelt voor je. En dan kan je nergens echt veilig inhalen, zeg maar. Dat de microfoon alles een beetje heeft opgenomen vandaag, want de andere microfoon heeft waarschijnlijk aangestaan met nieuwe batterijen, dus de nieuwe batterijen waren leeg. Doodzonde. En
En dat ding vreet echt batterijen, dat is echt bizar. Dus ik laat voortaan de batterijen eruit, tenzij ik hem graag gebruik. In principe, dubbele doorgestoken streep, als ik met een groep rijd, haal ik gewoon niet in. Hoe graag de groep misschien ook wil. Er moet echt een enkele auto zijn met genoeg vrije ruimte voor je. Maar de basis is nee. Dat kindje van de toekomstige biker. Bijna geneigd om zelf een stukje af te snijden ergens. Nee. Voor deze rotonde. Dat we die rotonde rechtsaf gaan. Dat ik dat doe. GoPro is helaas ergens vastgelopen. Dus ja, de GoPro is ergens vastgelopen. Ik weet niet waar. Ik hoop dat hij een stuk van de lekdekker mee heeft gepakt. Zo niet, de 360 wel, maar ik weet niet hoe de audio daarvan is. Oh, ze hebben gewoon mengsmering hier, joh. Kan nou wat. 194 kilometer, 190 kilometer, 8, bijna 1 of 25, 1 of 24 denk ik. Alles zit weer in de heuptas, want dat past allemaal. Alle TikToks staan waarschijnlijk al online tegen de tijd dat deze video online komt. En zo niet, dan volgen er vandaag nog een paar. En dan wil ik zeggen bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende.